Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Dutch Camel Gamers. En welkom terug in Omsi. We zijn vandaag in een van de nieuwste mappen. Gladbeck. Of Project Gladbeck. En ik moet allereerst alweer zeggen, hij is vrij duur. Maar ten tweede moet ik er wel aan toevoegen, hij is ook erg groot. Bekant het hele doelgebied kan je erin vinden. Het kaartje zullen jullie te zijner tijd voorbij zien komen schieten. Het gaat van ongeveer van Obausen tot Essen. Gladbeck, Gelsenkirchen, Dortmund. Het zit er allemaal in. En wij gaan vandaag lijntje 188 rijden van Gladbeck. Dat is ongeveer het centrum en daar is het natuurlijk omheen gebouwd. Naar Movie Park Germany. Nou, de meeste van de routes die ik ga rijden zullen wel redelijk... Hallo bus, bekend zijn. Want ik wil er natuurlijk ook wel iets over kwijt kunnen. Zo gaan we ook nog wel een keertje in Obausen rijden. In Essen ook nog wel. Maar we rijden nu vandaag eerst naar Movie Park Germany. Daar ben ik natuurlijk. Dan zullen jullie vast ook misschien wel een keertje geweest zijn. Laten we dit anders eens even op gaan starten. De bijgeleverde bus van Gladbeck. Een Mercedes. Hij is niet officieel zeg maar. Het was natuurlijk een... volgens mij is het een Mercedes. Ik weet even niet meer aan mijn hoofd. Er is een officiële DLC die er redelijk mee overeenkomt. Maar om het vrij uit te kunnen geven zijn alle logo's eraf gehaald en zo. En staat er nu gewoon een Gladbeck aan de achterkant op. Laten we eerst de motor even aanzetten. Zo. De printer... verkoven. Ik help jullie alvast even. Die stond hier. Ik heb er ook uren naar zitten zoeken, maar dat blijkt hier gewoon naar links te staan. Moet je even doorhebben. 805. Dat is elke keer hetzelfde, maar goed, je moet het maar even weten. 9691. Oké. Koersnummer. Daarvoor ga ik eerst eventjes terug naar Omsi. Om deze aan te zetten. Om daar ook de goede te kiezen. 188. Lijkt me één bus op deze route. Even kijken. Moviepark. Astrof. Oberhof. Die is 1 minuut geleden vertrokken. Dan moet ik even gauw de tijd terugzetten. Dan kunnen we die ook nog namelijk meepakken. Top top. Zo. Ja, inderdaad. Oberhof, die bus wil ik zijn. Ja. Mooi. Dan koers. Wij gaan rijden. Vaart 188, die zit hieronder ergens. En we gaan naar Moviepark, dus 188.02. 188.02. Enter. Dan komt er als goed op de voorkant staan. Moviepark Germany 188. Alles is gefixt. Hoef ik hier aan de zijkant van Omsi niet meer. De naam in te vullen, dat is dan overbodig. Dat is, en ook dubbel op, maar het werkt ook als je het bij Omsi invult. Die kan eraf. Laten we nog eventjes de temperatuur aanzetten in de cabine. Die zorgt ervoor dat de temperatuur aanzienlijk is. Die uit. Even kijken. Is onze bardruk al opgelopen ondertussen? Ik heb geen idee. We hebben niet zoveel de tank trouwens. Heel goed. Dan ben ik natuurlijk iets vergeten, maar dan moet ik dan even gaan uitzoeken wat ik dan vergeten ben. Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar ik heb de D-knop nog iets langer ingeduwd. Dus laten we gauw naar ons beginpunt rijden. Ik rij namelijk al nu al met plus 30 seconden. Daarbij moet ik meteen toegeven dat... de rijtijden, ofwel het tijdschema, bijzonder strak is. Ik heb af en toe het idee dat als ik met mijn lood moet rijden, om op tijd te kunnen wezen. Dat was een stoepje. De bus voor ons, die klapt gewoon over de stoepje heen. Maar... we zijn nu plus 1 minuut. Ach ja, kan gebeuren. Hallo. Kijk, de meeste mensen hebben een OV-chipkaart, wij niet.
Einmal Schüler. Können Sie mir dann auch noch mal einen Fahrschein geben? Kurzstrecke normal, Kurzstrecke Schüler. Hallo. Schön, ein Erwachsenen-Ticket bitte. Guten Morgen. Noch mehr? Nein. Erfahren wir neu. Ihr habt Erwachsene, ihr habt normale und. Ja. Maar het is echt een hele relaxte bus om in te rijden hoor, dat moet ik wel toegeven. Je hebt ook nog de geleden versie, eigenlijk krijg je maar twee type bussen mee, dat is, ja, twee typen, ja, dat is van dit type en de geleden versie ervan. Kijk, maar nu heb je dus al die stoplichten, hè, en... Die stoplichten, ik weet niet wat het is, maar ik kom door die stoplichten altijd te laat. Ik kan gaan rijden als een gek wat ik wil, maar door die stoplichten kom ik al een keer te laat. Goed, dat ik kan er niet echt doorheen gaan. Dat is niet echt. Moet een beetje deze indeling doen, maar een beetje denken aan Blank, die heeft ook zo'n indeling. Met die stoelen achterin en zo. Komt er nou alweer iemand uit? Och, 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 och. Gutscheplatz is ook een hele grote plaats hier in. Hier. Oh, ik wou zeggen, ga ik voor hem langs, maar dat lukt mij net niet. Dan stop ik maar op doen hoor, dat is wel een beetje. Dan moet ik doen. Er zijn 3 bussen te wachten. Maar zie ik daar zo zelfs een A'tje staan, wat betekent dat het automatisch voorrang zou hebben. Maar momenteel hebben we nog weinig voorrang zo te zien te pakken. Ja, doe maar doen, heel goed. Plus 3 minuten, ach, het is wel ernstig hoor. Zo meteen file gaan en ik rijd door een auto heen, dan moet je niet mij de schuld geven. Hier rechts is namelijk ook een hele grote halte. Het eerste dat om naar overzien te komen. Maar dat lijkt momenteel geen probleem te zijn. Er zijn een hoop bussen. Oh. Ja, mensen die uit willen stappen, die spannen plotseling bij de voordeur en dan lopen ze naar de achterdeur waar ze uit willen stappen. Dat is vrij klappie trouwens. Goed, geen goed begin van de tijd, maar hopelijk kan ik zo wel weer wat tijd inrijden. Hier staat niks over 188, de bussen die we rijden, maar ik weet toevallig na wat oefenen dat het hier rechts is. Oftewel verkeerd rijden ook. Nog meer mensen die eruit willen, ja, vind je het gek met mijn rijstijl. Ik had geprobeerd om te hopen dat het een beetje druk zou worden in mijn bus, maar...
daar zit de volgende auto. Nog 100 meter. Nächste Haltestelle, Talstraße. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Morgen. Is wel vet, hè, dat ze daar inchecken. Die is nog doen. Ja, is kan nog net. Hij is doen. Niks aan het handje. Als je daar wil gaan wachten, dan. Ja, gelukkig hebben we inderdaad ook omroepsystemen, dat is wel echt super vet. Dat krijg je alleen als je het scherm ook daadwerkelijk invult. Dat heeft niks met omzicht te maken, dat heeft met het scherm hier aan de rechterkant te maken. Zo, een beetje laat voor de. We gaan hier rechtsaf. Nou, er moeten meer mensen uit dan in, dat vind ik jammer. Nächste Haltestelle, Gladbeck West. Kijk, daar hebben we de verleden bus versie trouwens. Hier heb je het station ook. Er blijven nou ook wel echt heel weinig mensen over. Nächste Haltestelle, Schultwiese. Onderdachtentachtig gaat hier rechtsaf. Met een groenstroplicht speciaal voor ons. Dan zie je dat ook dat ik de tijd gewoon niet aan het inlopen ben. Ik ben nog steeds op 3 minuten 10. Hé, en een camera, dat is vet. Ja, dat heb ik nog helemaal niet gezien. Hier zit ook een camera. Als je stilstaat. Aldi, reclame. Yes, hij wil naar Movie Park toe. Guten Morgen. Oh, en het schermpje wat hier aan de linkerkant te zien is trouwens. Dat is een soort verlengde van het van de incheck-systeem. Daarop krijg je ook een groen. Die 4-5 dingetjes worden groen, dat betekent dat die goed is ingecheckt. Die zij nog uit kunnen zetten en verder kun je er eigenlijk niks mee. Dus dat is, ja, leuk. Heb je niks aan, is leuk. Kun je als chagrijnige buschauffeur ook recht vooruit kijken. Terwijl ze aan het inchecken zijn, krijg je een stijve nek. Nee, niet. Nou, loop ik de tijd erin? 3 minuten. Nou, 10 seconden ben ik ingelopen. Nou, ik ben al 80, hè. Dat is wel heel flink hard, zeg maar.
Machinehuis. Machinehalle? We moeten er vast ook een heleboel uit. Machinehalle? Ja, daar komen we eerst aan. Minuut 40, hey, dat lijkt er meer op. Hier, kijk, echt een grote fabriek is het ook. Gewoon iedereen eruit, nee joh. Dat is jammer zeg. Ik had echt gehoopt dat het een 10 uur of zo, een beetje drukte. Nou. Op zaterdag. Het is ook op zaterdag, ja. Ja, we hebben zaterdag. Erg vreemd. Waarom ik dan nooit die drukke bussen krijg? Hier is Degenstrasse, dat is de eindhalte van route nummertje 254. Wij gaan nu als enige dus verder. Ja, die kan hier nog omkeren inderdaad. Zo, iedereen eruit, ja hoor. Hey joh. Oh, dit is ernstig. Dan druk ik met een lege bus naar... Om 10 uur met een lege bus naar Moviepark toe moet rijden. Ik weet niet of ik ga het moviepark pas om 12 uur open. Volgens mij 10 uur. Het is toch zo'n park om 10 uur. Nou, het zal wel. Het zal wel neer mij liggen. Ik weet het ook niet. Maar ik rij nu gelukkig wel een beetje op mijn tijd in. Dus dat scheelt. Ach, en nog iemand die met mij mee wil. Hallo. Nächste Haltestelle. Hoop ellende hier in de weg trouwens. Oh, dacht dat ik hier links moest, maar ik moet hier de halte eerst. Toch naar mensen die. Eenmaal normaal, bitte. Dankeschön. Zo, kijk, rijden we nu eindelijk een beetje op onze tijd in hier op het buitengebied. Hier liggen de haltes iets verder uit elkaar, natuurlijk. Nächste Haltestelle. En zo rij je midden in de stad. En zo rij je zo meteen weer in een dorpje. Hallo. Hier gaat dat wel lekker zo even door het dorpje heen. Even kijken hoor. 188. Noor bij Stouw 188. Herzlich willkommen in Moviepark Germany. Europas einzigartige film- und entertainment-Park. Auf einer Fläche von über 55 Meter. Germany seinen Gästen fünf Themengebiete und über 40 filmbezogene Attraktionen. Das sind Shows in Kooperation mit bekannten Partnern wie 20th Century Fox, Dreamworks, Universal und Lick bieten Moviepark spektakuläre Filmprojekte.
herrliche Action und entdecke die Einzigartigkeit von Movie Park Germany. Hurra, ich bin im Film. Wow. Hoe vet is dit? Dit is ook wel vet, hè? Eens kijken. Pas ik daar heen? Nou, niet echt, zeg maar. Nee, niet echt, nee. Pak plaats. Er staat maar liefst één iemand te wachten. Zo. Dames en heren, wij zijn aangekomen. Het tijdschema popt bij mij op. En maar liefst 3 mensen. Ik zal het jullie zo even nog een klein stukje van laten horen. Maar dit is wel vet. Ja, verder heb je hier natuurlijk helemaal niks, maar dit is Movie Park. Dit is het gewoon. Yes. We zijn er. Ik had gehoopt op meer mensen. Maar goed, daar zullen we het helaas bij moeten houden. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie ook naar een volgende aflevering gaan kijken. Bye bye. Ladies and gentlemen, boys and girls, meine Damen und Herren, liebe Jungen und Mädchen, Movie Park Germany proudly presents Hollywood on Parade! So ein schöner Tag im Movie Park. Hurra, ich bin im Film. Eine ganz neue Welt, ein Tag in Hollywood. Die Nicktoons mit SpongeBob, Patrick und Dora freuen sich alle schon sehr. Selbst Sid und der Manni, die sind schon längst da. Und noch so viele mehr. Es gibt einen Ort, an dem all deine Freunde schon warten und das nur auf dich. Komm in ihre Welt und lass dich begeistern hier bei uns im Movie Park.